rammelende eierstokken. Nee, nou, niet doen. Oh, die Memphis had een poep. Dikke, vette kakkerd. Maar hoe weet je nou? Ik moet jullie vertellen. Of heb je het ook wel eens dat de dag net is begonnen en jij alweer zin hebt in de avond? Ik bevind me in de fase van ik heb zin in de avond. Ja. Ja, dat eigenlijk. Ik ben gewoon moe. Maar ik weet niet of ik nou eigenlijk lichamelijk moe ben of in mijn hoofd moe. Die link kan ik ook niet echt bij mezelf leggen. Ik weet het gewoon niet. I don't know. En dat komt ook nog bij het feit dat ik rammelende eierstokken heb. Meer van hoe zou dat zijn als... Maak geen kinderen alleen. Nee, daar. Daar heb je een partner voor nodig. En ik weet niet of hij helemaal fully on board is met mij. Ik heb net lekker broodje gegeten met pindakaas. Heerlijk. Als vanouds. Het is doodstil in huis, want iedereen is weg. En ik heb vooralsnog nog steeds zin in kerst. Misschien is het daardoor wel dat vrouwen dan ineens kriebels krijgen. Dat dan kerst eraan komt en dan dat het gezellig is. En dat je eigenlijk alleen maar naar de positieve dingen kijkt. Maar hoe weet je nou... Ja, hoe weet je nou of je nog echt een kind wil of dat het gewoon een fase is? Die weet ik nog niet. 2 maanden, 3 maanden, 1 jaar. Ja, dat zijn allemaal vragen wat in mijn hoofd speelt. Ik moet jullie echt iets heel erg belangrijks vertellen. Wat dan? Oh, shit. Nee, het is echt belangrijk. Ik moet jullie... Kijk dan, Memphis. Ik moet jullie vertellen dat ik heel veel van jullie hou. Hou van jullie. Hou van jullie. Hou van jullie. Kom, maar ga even schonen, want je stinkt. Je hebt gepoept. Je hebt poep in je broek. Poep in broek. Ga maar naar boven lopen. Aan de andere kant, Memphis. Hier een poep, daar een poep, overal een poep, poep. Oh, die Memphis had een poep. Ia, ia, oh. Kom nou even. Ik wil even wat zeggen. Nee, kom nou even. Nee, kom, we gaan papa pakken. Ja, we gaan even douchen. Kom. En hoe, hoe, hier. Ja, en hoe, hoe, hier. Ja. Ik heb nu net Memphis gedoucht, want die had echt een hele dikke, vette kakkerd. Die er doorheen ging ook nog eens een keertje. Nick? Nee. Maar het is belangrijk. Papa. Doei. Ja, maar ik moet ons kind afdrogen. Ik word zo de camera uitgezet. Wat gemeen. Kom maar, mama. Johnny, Johnny. Ja, papa. Eating chips. No, mama. Telling lies. No, mama. Open your mouth. Ha, ha, ha. Dolly, Dolly. Nee, papa. No, papa. No, papa. Ah. Ah. Kom afdrogen. Doe mijn haartjes afdrogen. Je haartjes afdrogen. Goed zo. En achter mij is meneertje aan het klimmen. Oké, nou. Ben doen. Nee. Wat doe jij? Nou, weet hij zelf ook niet wat hij aan het doen is, maar hij is wel een beetje stout aan het doen. Poep, poep. Nou, niet door. Tegen de andere diertjes. Oh, het is echt warm gewoon, man. En ik heb echt een dikke jas aangetrokken. Mijn haar is echt lekker woest. Ik had net mijn haar gewassen, dus dan is het altijd een beetje... En dan... Zo mooi aan het kleuren, hè? Zal mama hier gaan zitten? Zie je dat? Goed zo. Mooie trein. Hele mooie trein. Dit hadden we gevonden in de schuur. En daar speelde Lesje altijd mee.
En we dachten, hé, daar kan Memphis wel mee spelen. Aangezien we de schuur toch helemaal aan het opruimen zijn, dan kon ik dit nog wel gebruiken voor zijn kamer. Of voor hier beneden. Want ik had ook een heel leuk mandje weer gevonden. Die was ik ook echt heel lang kwijt. Die is eigenlijk van mijn feet. Kijk. Die wil ik dus gebruiken voor mijn tijdschriften en zo. Ja, schat? Ja, kom mama maar laten zien. Zo, dat is wel dus het voordeel van opruimen. Dat we echt weer allerlei oude dingen tegenkomen. Yippie-ja-jee. Ja, Donald de trein. Nee, ik heb een hele super toffe leuke mededeling. Want wij hebben dus een nieuwe tafel gekocht. We hadden eigenlijk geen idee wat we gingen doen precies. En toen had hij toch wel ons inspiratie gegeven om dingen anders te doen. En toen keek ik ernaar, toen dacht ik, wauw, jij bent echt goed. En dan vind ik het niet erg als hij de lead tekent. En dat deed hij echt. En op een hele goede manier. Want ik ben echt super tevreden. Alleen hij is nog niet binnen. Hij komt over 3 weken komt de tafel en 2 stoelen. En die andere stoelen komen over 10 weken. Dus dat duurt nog wel even. En ik kom Memphis een oude schommelstoel tegen. Wow. Kijk, hier staat Memphis altijd in. Ja, daar gaat de baby slaapje in doen, hè? Oh, wat heb je dat mooi gebouwd. Laat eens zien. Olifant. Ja, olifant. Oh. Wauw. Ja. Olifantentrein. Goed zo, man. Humpty Dumpty. Nou, hij doet het nu niet. Hij zingt niet mee. Memphis zingt is meegezellig. We gaan nu even keihard chillen met mijn billen. Ja, dat ga ik maar eens even doen. Het regent nu op dit moment. I hate it when it rains. I hate it when it rains. Vergeet niet te abonneren. Dat doe je door hier te klikken. En vergeet geen duimpjes omhoog te geven. Ik upload over mijn chaotische moederleven. En hoe chaotisch ik ben als persoon. Drastisch ik het probeer te verbeteren. Ja, dat was het eigenlijk. Hè? Ik zie jullie dan bij mijn volgende video. Super leuk dat je hebt gekeken. En love you. Till the moon and back. Mwah.